hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Het is vandaag eerste kerstdag. En ik ben me aan het klaarmaken. De Sims aan het playstationen. Want wij gaan vandaag richting België. Kerst vieren met de Sims ouders. En zijn zus komt ook met de kids en zo. Dus dat wordt echt heel gezellig. En we hebben dus ook loodjes getrokken. Echt vet grappig. Maar ik heb dus Nessim getrokken. Oh, dat klinkt echt wel. Ik heb dus Nessim. Dus ik heb ook cadeautjes voor hem gekocht. Maar die moet ik zo nog allemaal inpakken en zo. Trouwens, als jullie weten had ik een hele video gemaakt over hoe ik er met kerst en deze feestdagen en zo eruit wil zien. Maar ik stond op vandaag en ik ging douchen. En toen dacht ik, nee, ik wil krullen. Dus daar ga ik gewoon voor. Alhoewel mijn krullen echt shitty zitten. En eigenlijk, ik weet voor ze haar kon gaan. Maar ja, goed. Oh my god, guys. Ik had dus gisteren deze nieuwe mascara gekocht van Essence bij Kruidvat. En hij is echt zo fucking goed. Dat ik echt erover zit na te denken om gewoon geen nimbuppers op te doen vandaag. Ik moet dus nu de cadeautjes van deze mee pakken. En hij is precies aan het spelen. Maar ik voorzicht het zo in mijn handen, want ik heb de eigen bronzer op. Ik moet hem even schuim maken. Dus ik heb inpakpapier voor kerst, plakband en een schaar. Oh mijn god, ik kan echt niet inpakken. Het is zo slecht. Oh mijn god. Tijd nog. Je mag niet kijken. Ik kijk niet, maar hoeveel tijd heb ik nog? Dat weet ik toch niet, ik heb geen tijd hier. Ben jij klaar met compleet en zo? Nee, ik heb het alleen opgemaakt. Maar ik snap niet hoe ik moet inpakken. Ik heb nog nooit in mijn leven ingepakt. Dit is echt een hel. Shit. Jongens, ik sta hartstikke voor paal. Nes, ik weiger om zo weg te gaan. Wat doe je nou? Mijn cadeaukan. Het gaat om een cadeautje. Mijn cadeau kan aan de ene kant niet dicht. Dus ik kan... Nee, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Oh my god, wat is er mis met mij? Besef, omdat die hier dus niet dicht kwam, heb ik gewoon nog een cadeaupapier erop gedaan. Het kan echt niet. Fuck it, ik ga weer verder met mijn leven. Ik weet wel heel zeker dat ik het leuk vind. Daar gaat het om. En kijk die perfecte cadeautjes van Essen daarnaast. Echt schaamtelijk. Jongens, ik heb jullie niet laten zien wat ik van Nessie heb gekregen gisteren. En het is niet voor de loodjes, dus die kan ik gewoon laten zien, want ik heb hem al uitgepakt. Maar Nessie heeft dus van die setjes gekocht voor mij van Calvin Klein. Die ik echt super mooi vind. En deze boxen echt heel erg comfy, daar ben ik echt heel blij mee. Maar die verkoopster heeft Nessie dus wijs gemaakt dat ik van deze topjes een maat S heb. Nou... Ik kom hier met één tieter niet eens in. Dus, dat is jammer. Echt een beetje drama. Ik had echt heel veel leuke kerstoutfits. Ik heb ze aangedaan. En de meeste hebben een beetje inkijken. En ze zijn net iets te kort. En ik ga wel naar mijn schoonouders. Ik vind het best wel een beetje onbeschoft. Dus ik zit even tussen mijn oude jurkjes te kijken. Waar ik echt heel erg van bouw. Want ze zijn gewoon geen kerstjurkjes. Maar even de camera hier neerzetten. En deze vond ik best wel... Even kijken hoor. Deze vond ik best wel oké. Hij is ook echt aardig lang. Alleen... ik had hem dus gekocht toen ik twee maten groter was, zeg maar. Dus hij zit gewoon niet zo heel erg mooi op mij meer, zoals eerst. Dus daar baal ik van. Trouwens, ik ben natuurlijk heel veel afgevallen, maar dat zie je hier dus ook heel erg. Want het is helemaal niet meer zo strak als toen het hoorde eigenlijk. Het was echt een hel voor ons allebei. We konden gewoon geen outfit vinden. En we zijn uiteindelijk gewoon helemaal zwart gegaan. Ik heb een zwarte jurk. Echt doodsimpel. Geen inkijk, niks gelukkig. Met mijn zwarte blazer. Ik zweer, deze blazer van Zara heeft me echt gered afgelopen events. Dus ik ben hier heel erg blij mee. We gaan nu snel ons eten inpakken. En dan vertel ik jullie in de auto even meer. Want we hebben echt gewoon... tijdsgebrek. We hebben even een kar opgehaald van de Albert Heijn om het te kunnen vervoeren naar onze auto. We hebben echt heel veel dingen mee. Ik ga even de auto allemaal uitleggen wat we allemaal mee hebben hier.
Oh, ik heb hier zoveel zin in. Nessie en ik zijn altijd zo slecht qua planning. We moesten echt al lang hebben voorbereid. En last minute zitten we hier gewoon te struggelen. Met onze outfits, eten en kerstcadeautjes. Echt abnormaal. Oh, hij is daar. Moet ik naar beneden? Zo, wij zitten eindelijk in de auto. Nessie met zijn skijas. Ik ga stuk. Ik zie nu pas dat je zo'n mega jas aan hebt. We zijn onderweg naar België. Ik wil nog even een paar dingen uitleggen. We hebben echt heel veel dingen mee, want we hebben afgesproken dat iedereen iets meeneemt, zeg maar. En ik moet natuurlijk weer een beetje overdrijven. Ik heb dus een kerstmistaart besteld. Alleen, hij ziet er echt heel goed uit. Alleen, ze hebben me een verkeerde smaak geleverd. Dat vind ik wel iets minder, want ik wil echt een chocoladetaart. Ik ken het als je wilt cheaten, dat je echt gewoon ergens zin in hebt. En je krijgt die. Ik heb het een beetje met deze taart. Maar ik heb dus de smaak aardbei met witte chocola gekregen. Dus het valt op zich nog best wel mee. Maar hij ziet er echt cute uit. Ik laat hem even straks zien als het uit de verpakking is. Voor de rest heb ik kleedje mee. En voor de mensen die niet Irakees zijn. Het zijn best wel traditionele Irakese koekjes. En de christenen uit Irak. Ik weet niet wanneer de moslims het eten. Maar de christenen uit Irak eten meestal met Pasen en Kerst. En ik heb het ook meegenomen. Het zijn zeg maar koekjes met dadels erin. En je hebt een andere versie van. En dat is met walnoten. Gadverdamme, Nessie. Dat hoor je gewoon in een vlog hoor. Dat jij je stof het op te huizen. Ja, hallo. Ik ben nog aan het revalideren van ziek zijn. Ik heb allemaal huisgemaakte broodjes mee. Van die mini pizzaatjes eigenlijk. Eentje met vlees. Met olijven. Eentje met vlees. En eentje met kaas en sesamzaadjes. Ook fucking lekker. En ik heb een soort van chocoladepudding mee. Het lijkt een beetje op een arretjescake, maar dan met pudding ertussen. Het is echt zo fucking lekker. Dus dat maakt mijn taart weer helemaal goed. En Nessie, jij bent trouwens met doodjes getrokken. Jij hebt vals gespeeld, hè? Je had eerst je vader, of niet? Hij heeft gewoon geruild met iemand. Hij heeft iemand anders. Dat kan echt niet. Oh, daar komt hij, jongens. We zijn een tafel aan het dekken. Kijk, we hebben hier gambas. Hola, Christmas chorba. Onze kersttaart maakt het wel af. Broodjes. Soep. We hebben nog heel veel dingen die op tafel moeten komen, hoor. Ik ben net naar boven gegaan. Ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. Heerlijk kerstoutfitje om te chillen. En we gaan nu cadeaus uitpakken. Volgens mij is het zeker. Ja, en wat kan zijn? Wat kan zijn? Zou het? Wat kan zijn? Ik denk dus hier dat er een portretje in zit voor mij en jou ofzo. Of van Luna en Dimar. Misschien is het een nieuwe raam voor je auto. Zin in dat zie. Raam? Ja, oké, de camera is dus eerder dan ik, hè? Ja, inderdaad. Oh my god, ik weet dat het is. Zit het zo? Ik ga naar de reactie van Jessie kijken. Ta 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 ta. Wow. Oh, ik was zo zenuwachtig. Ik dacht dat ik een mossel, hoe mag daar een mossel doen? Nee, ik wou niet uit. Ik lachte het weg. Ik snap er niet. Ik snap er helemaal niks van. Wat dacht je dan? Oh, wow. Ik dacht eerder dat het zelfzaten was. Ik zo. Ja, cool. Ik zweer het. Maar toen zag ik Bagdad staan. Ik snap het niet. Oh, goed. Zet. Oh, ik ben zo blij. Nessie gaat mijn mooie cadeau openen. Mijn is niet zo origineel en nu voel ik mij een beetje lomp. Ik ben heel benieuwd. Bord van Jan. Oh. Weet waar ik van hou, hè? De hoodies. Yes, yes, yes. Thank you very much. Oh. Mijn
Het is inmiddels de tweede kerstdag. En het is zo gezellig in de auto. Wij gaan nu even op bezoek bij opa en oma van Nessien. En dat is een beetje de planning van vandaag. We hebben uitgeslapen. We hebben heerlijk ontbeten. En we gaan nu milkshake met ketchup halen bij de McDonald's voor de kids. Yay. Lekker hè? Ja! Er is geen plekje voor mij. We hebben gegeten, we willen uitbuiken. En Cyril wil geen plek voor mij maken. Dus we gaan lekker op een zachte kussen liggen. Oh, lekker Cyril. Oh, het is zo lekker zacht, niet normaal. Die anderen zijn daar aan het vechten. Ik ga stuk. Oh, dat is echt lekker Cyril. Dat is echt lekker. Wat is dit? Ja, hij wil niet opstaan, dus ik ga gewoon lekker liggen. Lekker man. Ik wil opstaan.